Naar het einde toe, in Luik-Bastenaken-Luik, werden ontsnapte brakken bijgehaald en achtergelaten door Merckx en Godefroot. Merckx beging hier beslist een fout door mee ervoor te zorgen dat hij zonder zijn ploegmakker naar Rocoux reed. Op het middenplein van een beregende piste en in een korte spurt vertrok Godefroot op kop en bleef aan de leiding.